En de vakcentrale C47 heeft vanmiddag een assemblée van de arbeid gehouden. Hierbij heeft C47 voorzitter Robbie Berenstein aangegeven dat er pijnpunten zijn die invloed hebben op iedereen. Hij haalde daarbij aan het loon, het inkomen en de manier hoe het besteed wordt. Berenstein zegt dat sinds januari het minimumloon aangepast moest worden. Dat is het eerste wat deze regering moet doen, zegt de voorzitter. Een minimumloon, Mickey. Ik vast staatsbezoek dat je op 48, met je op 48. Want vele mensen zijn daarvan afhankelijk en hebben dat nodig. Zoals we al zeiden, we knappen voor die CAO-onderhandeling. En ik denk dat we samen voor de CAO-onderhandeling. Voor begin, maar bijna nooit hoe zou ik dat hier en hoe klaar ben ze jou onderhandelen. Sa afu egwa belasting en nooit de asandati uno wanemoro. Volgens Lloyd Reed, voorzitter van de Staatsolie Werknemersorganisatie, is armoede een keuze. En daarmee bedoelt hij dat men er zelf voor kiest om te pinaren. Zou ik dat tegen? Een oproep doen. En dat donna ununo. Geld ontwaarding. Inflatie. Rijvoertuigenbelasting. Hoe neem ik je? Hoe is dat nog? Belastingplafond gaat omhoog. Dus dat meet ik morgen. Voor die reken. Voor 50 doezoen. Ik ga dan naar huis geven. Maar dat doen we niet toch? Nee. Zeg ze nog niet. Zeg ze nog een vakbeweging. Een voorzitter geeft aan. Dat gaat totale vakbeweging en ravatuur. En schreef aan minister. En aan minister, hij kiest ervoor voor een pikkie. Alois Lloyd Reed, voorzitter van de Staatsolie Werknemersorganisatie. Hij sprak vanmiddag bij de Assemblée van de Arbeid die door de vakcentrale C47 is georganiseerd.